Tevoorschijn hoor. Ze zijn het alweer weg. Zo. Ik ga het een snos kommertje schoonmaken. Ik heb er ook honger van gekregen. Ik ben misselijk. Zag je dat? Ze aten kinderoren. Ik heb het gezien, ja. En ik zal ze eens gaan vertellen wat ik van ze vind. Ze zijn nog niet klaar. Stilblijven! Ben jij helemaal een weertje betoeterd? Reuze heeft al weinig wel zin in een toetje. En dat zult jij dan zijn. Ja, maar ik heb gesproken. Nou, ik vind eigenlijk wel dat een sfeer gelijk heeft, hoor. We moeten er iets aan doen. Ik weet het. Als ze reuzen slapen, dan binden we touwen om hun tanden en dan trekken we die eruit. Ja! Yes! Dat zou niet helpen. Reusbaksels slurpt de kindbaksels net zo lief naar binnen. Ik weet het. We staan morgen gewoon heel vroeg op en dan maken we alle kinderen wakker. En dan kunnen ze snel verstoppen. Ja! Jij weet nooit van tevoren waar de reusbaksels naartoe gaat. Thank you.
Jij ook al? Want mijn droom was dan ook niet bepaald aangenaam. Ja, maar Frederik, die van mij die leek zo echt. Maar ja, ik weet ook natuurlijk wel dat het maar een droom is en dat dromen niet bestaan. Ja, en de mijne ging op reus. En reus. Die van mij ook. En die aten kinderen. En die aten ze op met huid en haar en met bot en been. Ja, en bij mij ook. Totaal tegen de wetten van dit land. De ene Russen zette zelfs zich voor het neusje op. Ging daar een kind op schoen zitten liggen. Branden. Ja, dat deden ze bij mij ook. Op de stoeprand. Bij het weeshuis. Voor. Ja, precies daar. Ja. Hele stoep naar de malle moer. Maar Frederik. Als er echt gebeurd zou zijn, hè, dan zouden ze het hele weeshuis hebben leeggegeten. Maar ja, nou moet je eens goed luisteren, hè, Henrika, de zoveelste. Reuzen bestaan niet, we hebben gewoon enkel groot. Weet je wat, we staan op, we gaan aan het werk. En misschien hebben we volgende week of morgen overmorgen weer een droom waar we een heel andere sfeer zitten. Ja, dan was het maar een droom. Hé, hey, ooit oh, even met jongen, dat je daar zo sappig op kan maken. Oh, Frederik, zou jij vandaag voor het ontbijt willen zorgen? Mia is vandaag vrij. Ik had graag twee klontjes, twee met kaas en een eitje zacht gekookt graag. Zacht gekookt eitje, twee klontjes op die kaas, zal gebeuren. Nee, in de thee natuurlijk, Frederik. Ah, twee klontjes in de twee. Oké, ik zal het raam worden, de gordijnen, maar zonnetje binnen. En dan zie je. Henrika de Vaart, de tweede! Oh, ho, 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 jeetje! Frederik de Vrij. Knoop het dus voor eens en altijd in de oren. Ik ben de vierde, Henrika de. Maar jullie zijn. Kuintje, mevrouw de majesteit. Esmee, koninklijke hoogheid. Ja, nee, maar ik. Ja, nee, maar ik bedoel. Oh, Frederik, kom eens helpen Frederik weer aan de praten krijgen. Frederik.